Hoi, ik heb vandaag voor jullie deze zomerlook met blauwe en zwarte eyeliner, shimmer en een licht perzike kleur lipstift. Geen oogschaduw van mij, maar wel een aantal nieuwe producten ook die ik voor jullie ga proberen. Ik heb namelijk bij Elf besteld, afkorting voor Eyes, Lips, Face. Ik heb een viertal dingen besteld en ik was in een totaalbedrag van €13,50 kwijt. Nou, echt... is heel goedkoop. Daarbij heb ik een shimmer palet besteld. Een cream blush. Een stipple brush. En een smudge brush. Dit is de enige kwast die ik vandaag nog niet in de video heb gebruikt. Dus die komt nog terug. Dus deze kan ik nog niet beoordelen. De andere drie producten wel. En die zijn super fijn. En dat voor die prijs. Hallo, halleluja. Wat wil ik nog meer? Weet je wel? Oh, halleluja. Nee, dus ik ben echt super tevreden met de Elf producten. Ook al zijn ze zo super goedkoop. Ze doen het gewoon goed. En ze zijn fijn. Ik ben daar super blij mee. Ik raad het je aan. Eyeslipsface.nl jongens. Daar moet je dus zijn. En natuurlijk bij Oriflame.nl. Want daar heb ik ook heel veel producten van gebruikt voor deze look. De producten zijn hieronder ook geschreven. Dus je kunt meteen kijken voor welke producten ik heb gebruikt. Welke vind jij mooi? Kun je die gaan zoeken in de winkels als je het leuk vindt. Ik heb dus meteen een review van de 3 van de 4 Elf producten die ik heb besteld. Je hebt meteen een look, een summer look. Een gewoon relaxte summer look. Hij is namelijk gewoon heel luchtig. Er zit wel een aantal producten op. Maar het zijn eigenlijk allemaal hele luchtige producten. En we hebben een soort tutorial over... het eyeliner maken van oogschaduw. Een soort vloeibare eyeliner maken van oogschaduw. Dat is het blauwe wat je ziet. Tof, hè? Dus er zijn een aantal dingen. Dus de video is wat langer vandaag. Ik hoop niet dat je in slaap valt. Ik hoop dat je het leuk vindt om te kijken. En ik hoop op heel veel reacties en thumbs up. En veel plezier met kijken. We gaan beginnen met stap 1. En dat is... natuurlijk de onderlaag aanbrengen. En dat doe je met dagcreme. Ik gebruik de Oxygen Boost van de Optimals lijn van Oriflame. Deze is voor de Normal en Combination Skin. Nou, ik heb gewoon een normale huid, zover ik weet. Okay. Meer als voldoende. Tada! Stap 1 voltooid. Dus stap 2. De foundation. Ik gebruik de Geodenic Gold ook van Oriflame. Dus de Age Defying Foundation in de kleur Natural Beige. Die ga ik proberen met mijn nieuwe stipple brush. Nou, wat vind ik ervan? Ik vind, hij is heel zacht, dus dat voelt eigenlijk heel prettig aan op de huid. Moeten we daardoor nog wel heel erg aan wennen dat hij zo zacht is. Dus dat voelt nog even heel vreemd, maar het voelt wel fijn. Nou, verder zit het er goed in. Ik zie ook geen strepen. Dus, nee, ik ben eigenlijk heel tevreden. We gaan door met stap 3. Stap 3 is de concealer. Ik gebruik van de Geodynic Gold, ook weer van Oriflame, de Adapted Luminous Concealer in de kleur roze. Die ga ik een beetje aanbrengen onder mijn ogen. Stap 4. Dan gaan we de wenkbrauwen verpakken. Ik ga het eerst doorborstelen. Ik heb daarvoor... deze borstel, dat is eigenlijk gewoon een soort mascara borsteltje die aan een stokje zit. Die heb ik ooit bij de Action gekocht. Ik ga de Brown Definer Pencil gebruiken om in te tekenen. She could feel so alive.
en mijn wenkbrauwen zijn gedaan. Dan gaan we door met stap 5. We gaan er echt nu naar de ogen toe werken. We gaan beginnen met de eyeliner. Wat heb je daarvoor nodig? Ik heb dit kwastje daarvoor. Die kun je heel fijn gebruiken om een eyeliner mee te zetten. Nou, dat gaan we dus nou ook doen. Ik heb een kleurenpalet van Max Makeup. Die is gewoon van de Action. Werkt prima. En wat we daar gaan doen is de eyeliner. En ik heb van de NYC New York Colors heb ik een eyeliner. Die komt trouwens gewoon van de kruidvat. Is ook niet zo duur. Wat we gaan doen. Ik heb hier een, heel stom, een eierkopje gevuld met water. Dus ik kan het niet laten zien. Dan pak ik een watten schijfje erbij. Want ik wil dat mijn kwast ook schoon aanvoelt. Ga ik eerst een beetje deppen in het water. Dan ga ik eroverheen kijken. Nou, ik heb gisteren blauw geprobeerd. Nou, die werkte perfect. Die gaan we vandaag weer doen. Dan dep ik hem met het penseeltje in het water. Iets van water druk ik eruit. Zodat het niet super nat is. En wat je dan doet, is hem in de kleur. Ik gebruik een lichte blauwe kleur. Deze hoeft niet perfect op de wimperrand. Omdat ik dadelijk nog die zwarte eronder ga doen. Dus het is eigenlijk dadelijk het effect van twee liners. Ik vind het fijn om mijn wimpers naar beneden te trekken. Dan heb ik een strakkere lijn die ik kan maken. Kijk. Het is al een klein begin. Gewoon elke keer weer een beetje opnieuw nog maken. Iets wat drogen. Door de kleur swirlen. Wat ik dan ook mooi vind is onder het oog nog een beetje. Klaar. De liner staat met oogschaduw en een kwastje. Dat is gaaf, hè? Ga ik nog even met het zwarte een lijn maken. Zo, wel weer lekker zomers. Zo, naar de eyeliner gaan we nog door met de shimmer palet. Zoals deze, dat is dus stap 5. Die heb ik nog niet gebruikt. Er zit wel een kwastje in. Er zitten verschillende kleuren in. Een witte kleur, een beige kleur, roze beige kleur, een meer bruin beige kleur en een hele lichte roze of een wat fellere roze. Ik weet nog niet hoe ze uitpakken. Dus ik ga voor die lichtroze, die beige roze. Ik ga het gewoon proberen met het kwastje. Oh, kijk. Hij smudged ook heel goed, zie je dat? Ik dacht dat het wat harder was, maar dat was het helemaal niet. Ik denk dat ik alleen nou te veel op mijn kwastje heb. Ik weet niet of jullie het in de camera kunnen zien, maar ik zie het wel. En het glimt wel heel mooi. Valt niet op, het is een mooie glimmende kleur. Cool. En die gaan we daar ook nog op de wangen een beetje gebruiken. Ik hou van dit palet. Hij werkt heel fijn. Dus die krijgt van mij wel een hele goede beoordeling van elf weer. Dan gaan we door met de wimperkrultang. Ook deze komt trouwens gewoon van de Action. Dus
top. Ik heb allemaal goedkope spulletjes. Hou van goedkoop. Dan ga ik de Wonderlash mascara van Oriflame gebruiken. En dan ben ik de stappen kwijt, dus nu gaan we geen stappen meer tellen. Dan komen we bij het volgende. Dat zijn de bronzing pearls die ik ga gebruiken. Deze zijn van de Geodyne Gold serie, ook weer van Oriflame. Ik hou van deze serie van Oriflame. Die is gewoon luxe, maar zo mooi. Dat ga ik doen met een waaierkwast. Waarom met een waaierkwast en niet met een poederkwast? Omdat deze haren zo fluffy zijn dat het niet zoveel product opneemt. En dat wil ik ook niet. Dat ga ik met de poederkwast erin en dan over mijn gezicht. Dan ben ik gewoon zo donker en dan denk je dat is niet meer natuurlijk en daar hou ik niet van. Want nu heb ik iets te veel, zie je. En dan komen we aan bij de blush, bij de cream blush. Zit zo aan. Dit is trouwens de kleur Tease. Ik heb dit nog nooit gebruikt. Dus ik ga het gewoon met mijn vingers doen. Een beetje. En dan nog een appeltje van mijn wangen. Heel mooi. Hij smelt ook goed met mijn huid. Dus echt perfect. Oh, heel fijn product. Zeker. En dat voor gewoon een prijs van deze was 4,50 euro. Ik bedoel, hallo. Top. Hou ik van. Dan komen we dus weer terug bij die shimmer. Ik ga nou voor een andere kleur dan net. Ik ga nou echt voor die roze kleur. Heel mooi. Hier ligt dit effect. En dan komen we eigenlijk alweer aan bij de laatste stap. En dat is natuurlijk lipstift. Ik heb deze lipstift al eerder gebruikt in een photo of the day. Face of the day, sorry. En dit is de Amazing Peach. Van ook van Oriflame. En nou ben ik hem kwijt. Van de Triple Core serie. Er zit een balsem in en een glans en de matte kleur. En mijn look is klaar.